Dag 11 miljoen Belgen. Hier spreekt uw premier Alexander De Croo vanuit het Marktplein in Brakel, mijn thuisgemeente. Het zijn geen feestdagen zoals we die gewoon zijn, hè. Dit jaar geen volle vaan bij de bommen, geen grote kerstfeesten, geen nieuwjaar waarin we allemaal gezellig een drankje nuttigen. Nee, het zal allemaal een beetje minder zijn. Maar om de pijn wat te verzachten, zal ik als eerste minister jullie toespreken in een kerstboodschap. Vanaf Brakel. En ik heb nog nooit grote tetten gezien, zeker. We mogen bevallen van kakte liberaal. Herman Brusselmans, wat doe jij nu weer hier? Ja, kijk, Alexander, ze hadden mij gevraagd om kerstman te spelen, maar ik ben niet meer goed genoeg. Andere regeringen, andere wetten, hè? Ah, zo zit dat. Dat is goed dat ik dat weet, stuk stront. Bekakte reetneuker. Wat? Uw manieren wat houden, hè? En zet uw mondmasker op. Bekakte boerenlul, stuk Jan mijn kloten. Zandzeep, sop, mineraal, zonde, mineraal, water, steen, straal, wel op. Dat is heel goed. Stuk Jan mijn kloten. En laat dat mondmasker nu opstaan. Dan riek ik uw stinkende bek niet. Man. Oké. Als ze hier mij altijd gaan storen, dan gaan we die kerstboodschap op een andere plek vullen. Goed, nu zet ik mijn mutsje op. En kan ik beginnen aan mijn kerstboodschap. Ik heb een gedichtje geschreven, ik zal het hier eens voorlezen. Wist, maatje. Conor Rousseau, wat doe jij nu weer in Brakel? Ik ben in de beurt en ik passeer eens om aan maatje te helpen met zijn kerstboodschappen. Maatje, we zijn allemaal uw beste maatjes, precies, hè. Zelf koning Filip is uw maatje. Je gaat er wel op sneakers naartoe. Hey, de Filippe, dat is mijn maatje ook, hè. Maar je moet mij niet helpen, hoor, Conor. Ik heb hier alles perfect onder controle. Nee, oké, dan. Maar als je me nodig hebt, maatje, je hebt me wonen, hè. Ja, gelukkig, hè. Dat is goed, maatje. Salut, man. Ja, dag, hè. Maatje. En dan noemen ze mij een kleuter. Die is ook nog maar pas uit de pampers, die Conor Rousseau. En als ze mij nu altijd gaan storen, hè, dan ga ik het anders doen. Aha, ik ga dat gewoon voor mijn voordeur filmen. Dan heb ik tenminste vrij spel en zal er niemand mij nog storen. Goed, we staan nu aan mijn huis. Het huis van onze papa eigenlijk. Dan kan ik eindelijk in rust en stilte het gedicht voor kerstmis voorlezen. De dagen voor kerstmis zijn donker en koud. Maar de lichtjes zijn vrolijk zilver en goud. Een lamp met wat linten en groen. Een ster voor het raam die je aan kunt doen. Het is niet zo donker en koud meer op straat. Als je langs al die lichtjes gaat. Maar Alexander, manneken, je doet dat veel te stijf. Wel een Herman, dat is die kont mooie. Dag, papa. Gaat jij zo de meisjes een gelukkige feestdag wensen? Ja, ik zal toch wel weten hoe het moet. Ik ben de premier, ja, papa. Godverdomme, het zat mij bij de premier gemaakt, zal in plaats van dat snotjonkie. Hé, kom, ik heb dat papiertje ook nog, hè. Ik zal daar gewoon een beur lezen, want ik heb uiteindelijk een tekst geschreven, niet? Ja, kom. Maar ik heb het al gelezen. Ik zal een keer doen hoe dat moet. Zet dat opzij. Dan kunnen we kijken. Voilà, zal ik dan u tonen hoe dat moet zijn. De dagen voor kerstmis zijn donker en koud. Maar de lichtjes zijn vrolijk, zilver en goud. Een lamp met wat linten en groen. Een ster voor het raam die je aan kunt doen. Het is niet zo donker en koud meer op straat als je langs al die lichtjes gaat. En wij zien, manneken,
nu weet je hoe dat je het moet doen. Ja, papa. Je moet een beetje toch de mensen wat vriendelijk aan spreken. Ja, papa. Een kerstboodschap moet toch vriendelijk gebracht worden. Ja, niet omdat jij dat doet. Nee, papa. Allee, zeg, ja, ik heb het al dikwijls gezegd dat je vriendelijk moet zijn tegen papa. De mensen. Hé, he. Hey, maatjes. Oei. Je gaat nog altijd met een kerstboodschap bezig. Ja, maar daar hebben ze. Ah, ja, de Connor. We zijn er wel met drieën. Is er ook nog? Ja. We zijn er met drie. De drie koningen. Ah, ja, dat kan ze zo noemen. Oké. Zeg, maar als we nu eens met drieën de mensen een gelukkig kerstfeest wensen. Dat kunnen we doen, hè. Dat is toch het beste, hè. Ja. Aan de 11 miljoen Belgen. Hm? Ja. Wij wensen jullie een vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. En zeker een gezond nieuwjaar. Want dat is dat telt voor de moment. Heel goed gezegd, papa.